Is de gemeenteraad nou echt zo belangrijk voor jongeren? Nou, het antwoord op die laatste vraag, die geef ik alvast. Ja, juist de gemeente is zo belangrijk voor jongeren. Maar niet alleen voor jongeren, voor iedereen. Zelfs voor deze eend. Die ene procent, dat kan jij zijn, dat kan zij zijn, dat kan iedereen zijn hier zo. De gemeenteraadsverkiezingen komen er natuurlijk aan. En ook jongeren vanaf 18 jaar hebben een stem hierin. Er wordt echter te weinig gebruik van gemaakt. En daar wil Liam Hekkert van Stad Dordrecht verandering in brengen met zijn 99+1 campagne. Alleen als iedereen stemt halen we die 100% en hebben we een echt eerlijke democratie in ons land. Jongeren weten gewoon niet genoeg wat de gemeente kan doen en wat de gemeente wil gaan doen. En daarom is het juist zo belangrijk om als jongeren naar jongeren toe te praten, denk ik. Sommigen die wisten nog ineens dat er een gemeenteraadsverkiezing was. Sommigen die weten niet wat de gemeente doet, wat ik al zei. En daarom is juist het zo belangrijk dat wij als jongeren zelf impact maken bij andere jongeren. En daarom heb ik een soort team omheen gecreëerd. Bijvoorbeeld de mooie dame die daar staat. En zo proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. En dat gaat ook heel erg goed. Meer dan 2000 views in totaal. Dus een groot succes nu al. Je gaat stemmen, maar je hebt nog niet onze video in je verhaal gedeeld. En al je vrienden erin getagd. Meneer, hoort u dat? Slaat er helemaal nergens op. Waar wacht je op? Door middel van video's en artikelen over hoe de gemeenteraad werkt en interviews met lijsttrekkers probeert Liam jonge kiezers wegwijs te maken en te helpen bij hun keus op 16 maart. We zijn met velen, we kunnen de meerderheid van de stemmen halen, dat weet ik zeker. En ik denk dat we zijn de toekomst en ik weet zeker dat als wij onze stem laten horen dat er ook echt iets kan veranderen. Nu waren we op het First Time Voters event. Hoe vond jij het? Ja, ik vond het gewoon heel tof om te zien dat er ook zoveel jongeren hier al zijn. En zoveel jongeren, dit waren alleen maar de politieke partijen, dat er al zoveel jongeren bij een politieke partij zijn aangesloten. Ik heb gehoord dat er bijna 400 mensen tegelijkertijd hebben gekeken naar dit event. En dat is juist zo tof dat er nu al zoveel jongeren bij betrokken zijn en dat het alleen nog maar meer kan worden. Vrijdag na het nieuws van 6 uur is het First Time Voters event te zien op RTV Dordrecht. Wij Dordtse jongeren kunnen het verschil maken. Wij kunnen de meerderheid van de stemmen halen. Maak jij het verschil? Ga jij stemmen? Post dan de volgende video in je verhaal, tag al je vrienden en ga stemmen. Want jongens, make Dordrecht great again.